Hoi, mijn naam is Leon. Ik ben hier door Rabopassie in het park Duinrel. En ik ga vandaag vragen in de achtbaan stellen aan Joost Klein. Ik ben Joost Klein, 21 jaar. Bijna 22. Let's go. Hey. 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 Zeg Joost, je wilt nu niet meer liever als YouTuber gezien worden. Wat is daar precies de reden voor? Nou, ik ben nu oud, man. Hoe oud ben jij? Ik ben 15, man. Snap je? Kijk, wij schelen. Ik kom uit 1983, snap je? Ja, dat is gewoon een mentaal verschilletje. Nou ja, kijk, maakt niet uit. Als je me YouTuber wil noemen, mag je me YouTuber noemen. Maar die 10 letters Joost Klein heb ik gekregen. En dat is wat dat voor nu is. Verder heb ik ook geen werk. Ik zoek een baan. Oké, mag ik één van dat? Ik wil wel een banaan, eigenlijk. Dankjewel. Komt op mijn bankrekening, komt op mijn bankrekening. Ah, goede presentator, was ezelsbruggetje. Maar Joost, je hebt nu heel veel tunes, goede tours gehad, ben er geweest. Ah, thanks. Was ik wist het. Ja, Paradiso man, Paradiso. Shout out Blokfluit Boy. Ja, maar nu is het wel. Nu heb je zoveel tunes gemaakt, wat vind je nou de slechtste tune van jezelf? Of tenminste, waar ben je het minst trots op? Of... Mijn eigen muziek? Ah. Ik weet het eigenlijk niet, man. Ik heb genoeg shit muziek gemaakt, denk ik, ooit. Maar ik kan het allemaal wel waarderen. Als ik nu een nummer zoals Bitches nu terugluister, denk ik wel van ja. Yeah, is niet helemaal dat, maar tegelijkertijd, ja, die Mario sample. Ik bedoel, het geluidje wat erin zit. Copyright. Ja, dat maakt me gewoon nog steeds blij. Dus, alles heeft gewoon nostalgie nu voor mij. Dus zelfs die slechtste tunes van ooit, check ik op SoundCloud, denk ik van ja. Dan sta ik in mijn kamer. En een paar minuten later denk ik van ja, misschien niet te hard of zo. Verder weet ik niet specifiek. Ik heb zelfs een tune als Vrije Tijd met Jong Felix, vind ik een van mijn mooiste. Maar tegelijkertijd past het zo niet in mijn straatje. Ik weet niet, man. We kunnen hier uren over praten. Ja. Zeg Joost, zal ik je eens een vraag stellen? Ja man, stel me een vraag. Waar ben je nou echt trots op wat je hebt bereikt? Ik zag jou net met die albino sokken. Ik ben gewoon bij mijn tour geweest, dat is gek man. Ik heb gewoon twee tours. Ik heb gewoon twee tours afgerond en we gaan zo meteen naar beneden in de achtbaan. Maar vooral, komt er een nieuwe tour aan, hè? Er komt sowieso een grote show aan, man. Ik zeg gestreept, er komt sowieso. Bro. Ja, fuck it, ik ga op tour. Ik ga Ja, binnenkort. Ik moet het nog regelen, maar kom eraan. Met wie wil je nog een keer samenwerken doen in de muziekindustrie, ja? Moola B. Hey, Moola B, ik wacht op die first, bro. En Riff Raff. Riff Raff, if you watch your man. Riff Raff. En fuck it, man. Steuntje, man. Ik wil ook met Steuntje werken. Shout out Steuntje. En dat was het. Zeg Joost, in je jeugd. Ja man. Waar was je onzeker over, man? En hoe ging je met die onzekerheden om? Ik weet niet, man. Ik ben nog steeds, zeg maar, ik ben nooit echt onzeker geweest op het level van. Ik ben niet goed genoeg. Want de shit die ik altijd heb gemaakt, heeft niet echt een graadmeter. Er is geen goed of slecht. Ja. Dat bepaal je lekker zelf. Zou je ooit kinderen nemen? Nou, heel nou. Hey, ga geen kinderen nemen, ben je gek man? Ben je gek? Kijk om je heen, wat vet, gekruis en shit. Zelfs rustige kinderen, hè? Oh, al die kinderen ook niet. Hoe oud ben jij? Ik ben 15 man. Kijk, shout out kinderen, maar ik hoef geen kinderen, man. Nog even niet, nog lang niet, nog niet, ooit. Kijk, tenzij ik ooit, als het moment misschien echt daar is in het buitenland of zo, en mijn leven is daar ready voor, maar ik... Nee man, deze genen blijft voorlopig nog even gewoon hier. Hey, was een leuke dag man. Ja, ik vond het wel leuk. Ja. Ik had echt de beste dag van mijn leven eigenlijk man, dankjewel. Geen probleem, geen probleem. Wat vind je er nou van
dat we in de maatschappij leven waarbij we heel veel dingen op social media gewoon droppen. Je hoeft niet per se alles te delen, komt van mij, maar van, vind ik alsnog. Dat is nog steeds mijn mening, ondanks dat ik heel veel heb gedeeld. Maar ik vind, ja, het is altijd zo... Ik heb niet echt een mening daarover, man. Zeg eerlijk. Ik weet niet. Ik vind dingen delen gewoon leuk. Maar dat is omdat ik dat leuk vind, denk ik gewoon. Dat is de clue. Ik doe dingen omdat ik het leuk vind. En welke talenten kijk je op, man? Hey, bedoel je talent die nog moeten poppen of gewoon... Brunson. Bruno is een goede vriend van mij. Een van Nederlands beste rappers. Brunson. Een van Nederlands beste schilders, Daan Koens. Groot talent. En de beste singer-songwriter van Nederland, Mixpack. Bam! Dat was wel een leuk dagje, hè? Best day ever, man. Heb genoten, heb genoten. It's the best day of my life, still. Bam! Nee, ik vond het echt... Ik meen het, ik ben niet eens aan het liegen, man. Vond ik echt wel eigenlijk... Ja, was leuk, man. zit je nou te denken? Wil je hier ook zijn, op deze mooie plek? Je kan 4 kaarten winnen, ja, het kan. Typ even wat in de comments. Thanks, ouwe. Thank you.